mag ik u vanuit Omroep Houten feliciteren met de voordracht voor de nieuwe burgemeester in Houten. Ja, dankjewel. Als je nou over 10 jaar terugkijkt op het burgemeesterschap van meneer de Jong, wat zou u dan willen dat er dan gezegd wordt? Nou, ik denk dat ze gewoon vooral moeten zeggen dat er een hele goede, aardige bestuurder heeft gezeten die goed is geweest voor Houten, die goed voor Houten heeft gezorgd en in ieder geval geen ding heeft stuk gemaakt. Dat is heel belangrijk. U was een goede burgemeester. Ja. U was ook een serieuze burgemeester. En ik weet niet of dat bij de functie hoorde of dat het bij de persoon hoorde. Wat denkt u? Het zit vast op de wijze waarop ik vind als persoon dat de functie moet worden ingevuld. Oké, dat is een soort mix antwoord. Nou ja, kijk, ik bedoel, je moet vaak over dingen nadenken aan het begin. Hè? Toen ik net burgemeester was, heb ik ook van tevoren bedacht van hoe ga ik om met allerlei bijzondere fratsen die van je gevraagd worden. En nou, daar kan je verschillend mee omgaan. Er zijn burgemeesters die gaan op alles in. Die doen met alles mee, die vinden dat leuk. En die vinden dat ook passen bij de functie. Ik vind dat niet. Dat is mijn mening. Ik leg dat niet aan de ander op. En ik heb dat altijd een beetje benoemd met, we moeten wel de waardigheid van het ambt een beetje in stand houden. En daar heb ik dus bij gezegd van, ik ga dus niet rare t-shirts aantrekken. Ik ga me niet verkleden. De burgemeestersketting, hè? Dat wel ik spring niet in mijn zwembroek in het water voor weet ik wat. De nieuwjaarsduik. Ja, dat soort dingen doe ik niet. En dat is mijn keus, want ik vind dat, vanuit mijn persoon vind ik dat een goede invulling van het ambt. Ik zou me er ongemakkelijk bij voelen als ik een beetje de lolbroek zou moeten uithangen. Mijn invulling van het ambt van burgemeester is niet dat je altijd serieus moet zijn. Bloedserieus bedoel ik dan. Mm-hmm. Maar wel dat je het altijd moet passen bij het uitoefenen van het ambt. En dan ben je dus niet het vriendje van de buur. En dan ben je dus niet de lolbroek van de hoek. Maar je bent wel Wouter de Jong, die gewoon zijn eigen stijl heeft. En dus ook gewoon grappen maakt. En dat doe ik ook zeker wel. Ook in de raadsvergadering, ook in het openbaar. Toevallig las ik vanochtend een mooi artikeltje in de krant over Moddergat. Okay. Of all places. Een dorpje van, ik denk 600 inwoners, daar aan de Waddenkust. In Noord-Friesland. En dat daar dus eigenlijk alles vanzelf gaat. Het is onderdeel van de gemeente Dongeradeel of zo. En dan die wethouder zit 60 kilometer verderop in het stadhuis van Dokkum. En die zegt van ja, we hoeven eigenlijk heel weinig te doen om dat dorp gaande te houden. En ze hebben daar traditionele vissershuisjes. En die zegt van ja, dat kost ons eigenlijk 5000 euro en dan werden ze allemaal opgeknapt. Want ja, dat deden de mensen gewoon zelf. Dus weet je, het is ook een hele rare gedachte om te denken dat de overheid daar voor dat sociaal weefsel moet zorgen. Dat is natuurlijk eigenlijk de wereld op z'n kop. Dat zijn we zelf. En dus we hebben zelf onze eigen verantwoordelijkheid erin te nemen. Houten heeft, is wel eens uitgerekend, 20.000 mensen die vrijwilligerswerk doen. Dat laat ik nooit na om te benadrukken. Nou, inmiddels zijn het er misschien wel 23.000. Want dat is berekend ook alweer een hele tijd geleden. Hè? Maar het komt er eigenlijk zo'n beetje op neer dat, ik denk 2/3 van alle volwassen, wilsbekwame houtenaren gewoon vrijwilligerswerk doet in een of andere vorm. Hè? Sommige mensen doen dat 1 uurtje per week. Hè? En sommige mensen doen het een halve week. Maar dat is dus echt heel veel. Ja. En dat is fantastisch en dat moeten we vasthouden. En dat moeten we uitbouwen. En dat zie ik ook gebeuren met al die prachtige buurtcorporaties die nu aan het ontstaan zijn. Als de Wakkere Akker en de Ferme Berm en zo. Het is echt fenomenaal mooi wat daar gebeurt. Nou, dat komt gewoon helemaal uit de mensen zelf. Het komt helemaal uit de mensen zelf. En ik heb ook wel eens tegen die mensen gezegd van hoed je ervoor dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Want dan maken ze het stuk. Want dan gaan we het eerst subsidiëren. Dan gaan we het overnemen. Gaan we eisen stellen. En dan wordt het gaan we eisen stellen en dan wordt het bureaucratisch. En dan wordt het te duur en dan breken we het weer af. Met de volgende bezuinigingsronde. En is het weg. U had te maken met een 29-koppige raad. Die ook van samenstelling nog wel eens veranderde. Wat vond u het lastigst aan deze raad? Nou, er is eigenlijk niet zoveel lastig aan deze raad. Dat zeg ik even vooraf.
Het is eigenlijk een hele hanteerbare gemeenteraad. Ze lieten zich goed regisseren? Nou, dat ook weer niet helemaal zo. Maar ze zijn gewoon van goede wil over het algemeen genomen. En ook ten opzichte van elkaar. En natuurlijk is er wel eens een debatje en zo. Maar weet je... Kijk, wij proberen altijd dingen te verbeteren. Ook samen met de G4. Hè, dat moet ik ook zeker niet eer voor naar mezelf toe halen. En met de G4 hebben wij een tijdje geleden... Eigenlijk vrij snel in het begin al toen ik burgemeester was... Heel erg ingezet op het versterken... van wat wij dan noemen de dialoog, in plaats van het debat. En dat is iets waar ik nog steeds wel verbetering zou willen zien in de Raad. Dus het gesprek met elkaar over wat je, om elkaar te bereiken. En niet een debat om elkaar vliegen af te vangen en steeds scherper af te bakenen wat jij vindt en wat ik vind. En eigenlijk aan het eind van de rit niet bij elkaar te komen. En dan te gaan stemmen, nou, dan maar te hopen dat iemand jou heeft overtuigd, ja of nee. Terwijl in een dialoog, dan probeer je bij elkaar te komen. In de buurt van, probeer elkaar te begrijpen, elkaar standpunt te begrijpen en te kijken of er een oversteekje mogelijk is. En die vorm van dialoog, daar hebben we nog te weinig te pakken. Nou is het, daar heeft u natuurlijk wel een rol in gehad. Zeker. Dat nog niet te pakken. Ja, is, ja. Nee, natuurlijk heb ik daar een rol in, maar we hebben daar gesprekken over gevoerd. We hebben dat geëvalueerd. We hebben daar externe trainers voor aangetrokken. We hebben mensen geobserveerd in hun verschillende rollen in de raad en in de RTG's en zo. En daar hebben ze ook weer adviezen over gekregen. Zo zou je dat kunnen doen. Hè? Geef aan wat je in een voorstel anders wil. Geef ook aan wat jij nodig hebt van de ander. Zodat je naar het standpunt van die ander over wil gaan en zo. Allemaal vormen, hulpmiddeltjes, om die dialoog verder vorm te geven. En dat vind ik nog onvoldoende van de grond komen. Dus als er dan een klein kritiekpuntje op deze raad mogelijk is, dan is het dat. Ja, ik zit wel te denken dat de procedure, eerste termijn, tweede termijn, niet langer dan een minuut of twee minuten openingsstatement. Hey, als voorzitter bewaakt u dat? Jawel, maar dat hoeft niet allemaal in de raad. Hè? Dit kan ook gewoon buiten de raad of in een RTG. Een beeldvormende fase, informatievormende fase. Dus je stelt heel veel vragen, maar je zegt niet wat je vindt. Waardoor de ander ook nog steeds niet weet wat je vindt. Kan dus ook geen oversteekje gemaakt worden. Je zou eigenlijk de RTG moeten afsluiten met een duidelijk verhaal van... Oké, als ik dit nou zo hoor, vind ik dat. En ik zie dit voorstel... En als dat verantwoord wordt in het voorstel, ben ik bereid om er mee in te stemmen. Dan kan de ander daarover na gaan denken, eventueel het gesprek aangaan en in die debatfase jou de hand reiken. En dat soort kleine hulpmiddelen, die zouden best nog wel kunnen helpen om het stapje verder te krijgen, om het wat mooier te maken. Dat klinkt als een goede suggestie. U heeft hem al gedaan? Ja, die jaren geleden al. Oké, nou, ze luisteren gewoon niet zo goed.